2000 werkzoekenden kunnen binnenkort aan het werk. Tenminste, als het aan de PvdA in Groningen ligt. Want de sociaaldemocraten zien veel mogelijkheden bij het bedrijfsleven. Om die reden presenteert de PvdA morgen het brugbanenplan. Een ondernemer zou met dit plan tijdelijk iemand in dienst kunnen nemen en krijgt daarvoor subsidie van de gemeente. Dit om de crisis te lijf te gaan. Iedere werkzoekende kan voor een brugbaan in aanmerking komen. Dus niet alleen schoolverlaters, maar ook de langdurig werklozen. Iedereen? Ja. Ook mensen uit het granietenbestand? Ja, dat zou heel mooi zijn als dat zou lukken. Ja. En ik moet eerlijk zeggen, we hebben dit voorbereid. Dus dit is niet van de laatste maanden. We zijn al bijna al een jaar, anderhalf bezig met een klein werkgroepje om naar dit soort dingen te kijken. Ook dat mensen uit het granietenbestand. En een van onze werkgroepleden, dat is de directeur van Werkproject in Groningen. En die zegt het altijd zo mooi, geef nooit op. Hè. Ieder mens heeft meer in zich dan je zou denken. En dus ik kan altijd een stukje hoger op de arbeidsladder dan je zou denken. Dus geef nooit op. Mensen kunnen altijd een stap extra maken. Deelname is niet verplicht. Dus daarin onderscheidt een brugbaan zich van het omstreden Groningen at Work. Maar dat is niet het enige. Het personeelsbestand van MKB is ongeveer 10% mensen in dienst neemt die met een achterstand bij de arbeidsmarkt, daar vind ik dat heel erg veel. Dus het bedrijfsleven neemt zijn verantwoordelijkheid. En ik vind dat als je de overheid probeert samen met het bedrijfsleven die verantwoordelijkheid gezamenlijk te maken, dan neem je het niet als gemeente alleen op je nek, maar dan kijk je ook naar wat anderen kunnen doen, dan kun je een heel eind komen. Dus er is veel samenwerking zal er zijn met het bedrijfsleven? Dat is duidelijk de intentie, ja. De PvdA wil fors investeren in dit plan en volgens Oost is er geld voor. Wij hebben geconstateerd vanuit onze partij dat het grootste deel van het geld eigenlijk er nog steeds is. En hoe gaat het erom? Hoe maak je dat dan concreet en zichtbaar? Daar hebben we een motie voor ingediend, die is ook aangenomen door de Raad. We hebben het gevoel dat geld dat zogenaamd weg zou zijn en dat er heel veel terug is gekomen. Daar kun je heel veel mee, alleen het college moet nu concreet aangeven wat ze met het geld kan gaan doen. En dat had ze in het raadsvoorstel wat wij woensdag bespraken, had ze dat niet gedaan. Morgen brengt staatssecretaris Jette Kleinsma van Sociale Zaken een bezoek aan de stad. Tijdens dit bezoek gaat de PvdA Groningen het brugbanenplan presenteren.